Het is vandaag precies 5 jaar geleden dat de geriatrie-polykliniek van het AZP haar deuren opende. Dit specialisme is voor de kwetsbare oudere patiënt en is voor velen binnen de gezondheidszorg relatief nieuw. De geriatrie of ouderengeneeskunde legt zich toe op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. De nadruk wordt gelegd op herstel en behoud van de zelfredzaamheid. Met ons 5-jarig bestaan hebben we gedacht van een heleboel mensen weten niet dat de geriatrie bestaat en een heleboel mensen weten ook niet precies wat we op de geriatrie doen. Dus we hebben gedacht, weet je, we doen gewoon een infoochtend of een open dag en dan mogen mensen binnenkomen. Dan is dat een beetje tweedelig. We kunnen ze uitleggen precies wat we doen. Vanaf het moment dat mensen bij de balie komen. We doen het een beetje anders dan andere polies. Bijvoorbeeld, er komen foto's op hun dossiers. Mensen krijgen niet een poliekaart, maar ze krijgen echt een heel dossier met alles erin. En dat leggen we dan mensen uit vandaag. We leggen ze uit dat we alle onderzoekingen doen, hoe we onze onderzoekingen doen en wat de bedoeling daarachter is. Wat we willen voor de toekomst is dat de kwaliteit van zorg binnen het academisch ziekenhuis, dat het beter gaat. Het gaat al heel erg goed, maar het moet nog beter gaan. En wij gaan daar een steentje aan bijdragen door op het moment dat de persoon wordt opgenomen, we direct naar ze kijken van loopt u gevaar om achteruit te gaan? Loopt u gevaar om verward te raken in het ziekenhuis? En dan kunnen we alvast maatregelen treffen om te voorkomen dat oudere mensen die in het academisch ziekenhuis worden opgenomen, dat ze achteruit gaan of dat er iets met ze gebeurt. Ouderengeneeskunde is de eerste die zich bezighoudt met onderzoek naar dementie in Suriname. De organisatie Alzheimer International heeft bij landen in de regio geconcludeerd dat zeker 10% van de ouderen dementeren.